grote drie, Audi, Mercedes, BMW, verkopen onder mij de miljoen auto's. Met Jaguar verkopen ze jaarlijks 80.000 auto's. En dat moet anders. Er moeten er meer verkocht gaan worden. Hoe doe je dat als autofabrikant? Nou, door je modellenprogramma te laten groeien. Vooral naar beneden gaan. We kennen grote Jaguars. We kennen sportieve Jaguars. Maar Jaguar had nog geen auto als tegenhanger van de BMW 3-serie, de Mercedes C-klasse en de Audi A4. Ja, heel lang geleden wel. De X-Type, dat was bepaald geen succes. Deze auto, de Jaguar XE, gaat de strijd aan met die drie gekende auto's. En dan is dit allemaal anders. Het is een auto met een aluminium body. Het is een auto met een aluminium structuur. Totaal anders dan die andere drie inderdaad. En dan is hij veel lichter en daardoor dus efficiënter. Wordt leverbaar met een dikke 6-cilinder met ver over de 300 pk. Met een 4-cilinder turbomotor. Maar ook met een efficiënte diesel. 20% bijtelling in 2015. Verkrijgbaar vanaf €40.000. En ik vind het niet alleen echt een gedurfde actie van Jaguar, dat ze die auto dus neer hebben gezet, maar dan anders dan al die anderen. Maar vooral het uiterlijk is zo sterk. Het is heel erg Jaguar. Maar wat ze knap hebben gedaan, ze hebben het glazen huis, het inzittende compartiment, hebben ze feitelijk wat naar achteren geschoven. Waardoor je een lange motorkap krijgt. Dat verklapt eigenlijk al de potentie van de auto. En de traditionele sedan look die is een beetje verdwenen doordat die achterkant kort is en de achterdeur en het achterraam in de C-stijl zit. En dat wekt dus de suggestie dat de auto achterwielaandrijving heeft. De krachten in het design gaan naar de achterwielen. En wat wil dan het toeval? De auto heeft achterwielaandrijving. En dat zegt dus dat het een sportieve auto is. Precies dat wat de BMW 3-serie ook is. Ja, en dan, ja, je hoort het misschien al aan me. En dan kan dit niet anders dan een succes worden. Ik ben heel benieuwd hoe die rijdt. We weten het binnenkort. We gaan bij Autovisie als een van de eerste ermee rijden. Ja, en daar kijk ik echt naar uit. Dit is precies wat Jaguar nodig heeft.